Gewoon hoi, vandaag ga ik weer een aantal vragen van jullie beantwoorden, want welkom bij een nieuwe Hoe gaat dat? Q&A. Hoi DJ, yo! We beginnen bij de afgelopen laatste video en dat is de basics van Cinema 4D met daarbij natuurlijk een 3D-tekst. En onder die video zijn heel veel vragen binnengekomen over Cinema 4D, dat jullie nog een aantal dingen willen zien, dat er meer Cinema 4D moet komen en waarom iets wel werkt. Cinema 4D, het is niet mijn ding. Maar Tom, de man van deze Cinema 4D video, die leest natuurlijk ook alle reacties door. En die ziet ook die vragen. En die zal ze vast wel een keer gaan beantwoorden in een van zijn Cinema 4D video's. Wat is het e-mailadres van Hoe gaat dat? Heb je iets van ons nodig? Wil je iets vragen? Wil je iets toevoegen? Dan kan je altijd mailen naar ons staande e-mailadres. Want daarin, daar kijken wij gewoon altijd op. De vorige Q&A van Berk is ook goed bekeken en ook veel reacties onder geplaatst. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee en die ga ik proberen te beantwoorden. Hoe gaat dat? Nou zo. Oh, coole naam, Merk. Wat voor soort games doen je allemaal? Wij spelen Photoshop, wij spelen Adobe Premiere Pro. Daarbij komt ook nog After Effects. De gameplay daarvan is wel echt heel goed. Maar natuurlijk de allerbeste, kan ik uren aan spelen, dat is Paint. Dat is echt de graphics, gameplay, alles. Wow. Kunnen jullie alsjeblieft een banner voor mij maken? Binnenkort over 1, 2 of 4 jaar begint een bannerweek weer. En dan kunnen jullie weer allemaal reacties plaatsen en dan gaan wij weer banners voor jullie maken. Gaan jullie nog banders maken? Nee, wij doen niet aan banders. Nee. Wat is zo 2015? Hoe heet dat liedje aan het begin? Dat is Berk, denk ik zelf. Kan ik ook wel, let op. Zie je, zo moeilijk is dat niet. Even inspreken, mp3'tje maken en in je bestandje zetten. Bij bijvoorbeeld een interview komt er een balletje in beeld met daarop de naam van diegene die wordt geïnterviewd. Hoe doe je dat met Sony VK? Het principe hiervan heb ik al een keertje uitgelegd, dat is al een hele tijd geleden. Dat heet het, geef me even de tijd om te zoeken. Geef me de tijd. Introducing intro effect in Sony Vegas Pro. Dit is iets anders dan jij bedoelt, maar het principe is hetzelfde. Dus kijk die video, klik erop hier in de hoek. Onder mijn vorige Q&A zijn ook een aantal vragen opnieuw gesteld die ik nu weer opnieuw ga beantwoorden. Hey Vissa. Hoe maak je een logo in Photoshop? Daarom moet je zelf gewoon even kijken wat voor jou. Daarom moet je zelf gewoon even kijken wat jij heel mooi vindt. Wat voor soort logo jij precies wil. En dan kan jij dat logo maken met behulp van de tutorials die wij hier geven. Hoe gaat dat? Als je alle tutorials van Photoshop een beetje bij elkaar raapt, komen al die dingen er voorbij waarmee je dat gewoon samen kan voegen. En dan gewoon een beetje bepaam en dan... Hoe maak je het geluid van een USB-microfoon harder? Dit probleem heb ik ook gehad en dat los je op door dit te doen. Dan zijn we alweer aan het einde toegekomen en je weet wat dat betekent. De mini-tut. Dus, hoe knip je een bepaald iets netjes uit om bijvoorbeeld een thumbnail te zetten en zonder witte stukjes? Ik zeg, kijk even lekker mee. Overnieuw. Kijk even lekker mee. Hoi. Vandaag laat ik jullie dus zien hoe je een foto gemakkelijk uitknipt en mooi uitknipt om te gebruiken bijvoorbeeld in een thumbnail. Thumbnail. Om te beginnen pakken we daarvoor een fotootje erbij. Deze heb ik even gevonden. Die slepen wij in Photoshop en uploaden hem daar. Dit is een hele charmante foto van mijzelf. En we gaan er dus voor zorgen dat mijzelf wordt uitgeknipt. Dat doe ik met deze tool hier linksbovenin. Dat is de Quick Selection Tool. Die is heel makkelijk. En in dit geval gaat het best makkelijk. Anders kan je natuurlijk ook de Pen Tool pakken. En dan kan je het zo streepje voor streepje zo eromheen uitknippen. Als je het heel precies wil doen, moet je dat zo doen. Alleen, ik ben daar niet heel erg goed in. Dus wat ik even doe is zo. Maar wat ik gebruik dus is de selection tool. En dan heb je een plusje en een minnetje. Dat is hier linksbovenin te zien. Ik sta hem op een plusje omdat ik moet gaan selecteren. Ik zet mijzelf op mijzelf. En ik ga gewoon een beetje rond mijzelf. En dan zie je dat hij hem automatisch selecteert. En als we dit hebben gedaan, dan gaan we daarna hier in het rijtje pakken we de Pylognolasso tool. De sneltoets is L. Ik klik er altijd gewoon op. En dan gaan we op onze selectie staan. Kan ik erop klikken en dan kan ik layer via cut doen of layer via copy.
Ik zal jullie het allebei even laten zien. Als je het layer via cut doet, dan krijg je dus twee layers. Eentje zonder jou en eentje met jou. Dus dit is alleen jou zelf. Dit vind ik het handigst. Maar dat is maar net waar je het voor nodig hebt. Want je kan het ook bijvoorbeeld zo doen. En dan doe je layer via copy. En dan heb je dus één layer met jouzelf. En één layer met gewoon alles nog. Ik vind nou dat ik mezelf al best wel netjes uitgeknipt heb zoals je ziet. Maar als je het heel netjes wilt doen. Wat ik trouwens niet zou aanraden voor een thumbnail. Want die zijn toch maar heel klein. Maar stel je zou dat heel graag willen. Dan moet je de randen nog wat verfijnen. En dat is ook heel simpel. Door je geselecteerde zooitje. En dan zie je hier bovenin zie je Refine Edge. Daar klik je op, hier de smooth knop, die kan je dus invoeren en dan worden de randen zo heel erg gesmooth. Als je hem helemaal op 100 zet, dan wordt het heel smooth. Dus. En als je dat gedaan hebt, druk je op oké, dan kan je deze deselecteren en dan kan je hier jouw dingetje gebruiken voor in jouw thumbnailtje te zetten. En stel je wilt dit nou zelfs ook nog weg hebben, dan kan je desnoods altijd nog gewoon het gummetje pakken. Zo hier, dan gum je dat gewoon nog eventjes weg. En zo kan je ook de randjes gewoon nog heel mooi bijgummen. Terug naar Joey in de studio. Natuurlijk wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Plaats jouw vraag die jij hebt of reacties hier onder deze video. En dan zie ik jullie misschien wel weer terug bij de volgende Q&A of andere video op hoe gaat dat. En anders, een van onze andere vele hoe gaat dat leden. Ik zeg, gewoon doei. En tot de volgende. Doei. Vergeet niet te abonneren en een duimpje te doen en abonneren en reactie en zo delen. Yeah. Peace out, bitches.